Ja, vanavond rond 10 uur heeft Brandweer Twente een melding gekregen dat er brand zou zijn in het hotelgedeelte van Preston Palace in Almelo. Daarop zijn we inderdaad ter plaatse gegaan en inderdaad een brand aangetroffen. Die is door ons geblust. Echter is daarbij wel het hotel ontruimd, wat maakt dat er nu ongeveer 400 gasten buiten staan. Het vermoeden gaat, tenminste, het gerucht, laten we het zo zeggen, gerucht gaat, dat het waarschijnlijk aangestoken is. Ja, niet bekend. Al de gasten zijn nu naar buiten. Blijven ze ook allemaal buiten? Wij zijn op dit moment bezig in het hotel om te kijken of de gasten inderdaad terug kunnen naar de verdieping of de hotelkamers. Daar zijn wij nu drukdoende mee. Tot die tijd blijven de mensen inderdaad nog even buiten staan. Of die zijn buiten. Mensen die slechte been zijn, kleine kinderen hebben, die hebben we wel in het hotel opgevangen. Dat zijn er ongeveer 15 tot 20. En tot die tijd, wat ik net zei, blijven de mensen in ieder geval even buiten. Ik kan me voorstellen dat er hotelgasten zijn die niet terug kunnen. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, de verwachting is dat ze wellicht terug kunnen. We zijn nu bezig met het meten van CO in het hotel. Als dat vrij wordt gegeven, dan kunnen de mensen, of in ieder geval de gasten van het hotel, elders op worden gevangen in het Preston Palace zelf. Van middelbrand is het naar griep ingegaan. Kunt u uitleggen waarom? Ja, dat klopt. Wij hebben opgeschaald naar griep 1. En dat heeft ermee te maken omdat tussen de hulpdiensten ook echt gecoördineerd overleg nodig is. Gezien het grote aantal mensen wat buiten staat. Zodat wij dat incident wat we nu hebben goed af kunnen handelen.